De taxshelter die we vandaag gestemd hebben in het parlement zorgt ervoor dat een investeerder een serieus rendement krijgt op zijn investering en dat degene die de game maakt, de productievennootschap, dat die ook kan genieten van een belastingsvoordeel. En dankzij dat systeem maken we van onze gamingindustrie de beste van de wereld. We zijn heel blij met deze taxshelter. We zitten hier met meer dan 1000 studenten. Talent dat op dit moment vertrekt naar het buitenland. Maar we wensen ze eigenlijk hier te houden, zodat wij zelf games kunnen ontwikkelen. We zien in die filmsector dat er enorm veel bedrijven zijn die daar de stap hebben gewaagd om te investeren, die koude waterfles hebben overwonnen. Ja, en hier vanuit Kortrijk wensen we natuurlijk dat die games verder op de markt komen.